Dit is dus Sassi. Staat op de werelderfgoedlijst. Het lijken allemaal huizen, dat zijn het ook. We gaan weer rijden, het is 9:15 en we gaan dit mooie dorpje Animo of iets dergelijks verlaten. We hebben overnacht in dat gebouw daar, Palazzo Schetti. En nou is de vraag of ik weet hoe ik hier weer uitkom. Maar we gaan een poging wagen. Het is trouwens al 26 graden in de schaduw. Om 9:15 ochtends. Hallo! Wel handig als een meneer vooruit kijkt. Jongen, jongen. Nou ja, ik zet hem meteen maar even neer hier. Even kijken dat de bocht een beetje. Ja, hier. Kijk eens even, nog geen 100 meter. Van mijn verblijf. Ik vraag me af of dit wel eens wendt. Vast wel, maar. Ik denk dat we echt helemaal terug moeten. Dat je beneden bent. Want we hebben toch een heel stuk gereden. Ik denk dat we daar boven in de verte op die rots hebben gelogeerd. Dan hebben we dat hele stuk hier naartoe gereden. En dan kom je ineens hier langs. Even naar de brug lopen. Hier ook weer die grotwoningen. Tenminste, ik neem aan dat dat grotwoningen zijn. Kijk daar. En er staat nog een huis bovenop ook. Ja, het is prachtig rijden hier. Enorme steile klif hier. Die ken je wel, maar een kleine canyon. De weg is geheel leeg. De goede weg. Toch heb ik zo mijn vraagtekens. Mm-hmm.
Dus even kijken hoe ver het nog is. 19 minuten en 6 kilometer. Wij gaan hier naartoe. Ziet er ook leuk uit. Dan gaan we eens kijken of we hier wat koffie kunnen drinken. Even vertoeven. 20 kilometer. 20? Oké, grazie. Waar kom ik nou allemaal weer uit? Is het huis half op die rots gebouwd hier? Er staan ook heel veel huizen tegen de rots aan. Of in de rots. De lokale kerk. Een wat frissere kerk, moet ik zeggen. Niet eentje waar je pessimistisch van wordt. Het is inderdaad wel een mooi dorpje. Of stadje. Het is heel authentiek. Ja, er komen hier auto's, geloof ik, maar niet echt dat dat handig is. Het is redelijk toeristisch. Het is echt een klein doolhofje hier. Daar staat de motor. Ik heb het een indruk. Het is allemaal trapje, straatje, trapje, straatje. Tja. Het staat echt helemaal in de rotsen ingebouwd. Gezichtje. Wat een uitzicht, wat een landschap. Je ziet de pomp gevonden. In een pleintje. Geheel onbemand. En kan niet met kaart. Je moet gewoon eerst geld ingooien en zoveel benzine krijg je. Maar ja, goed, ik heb er 20 euro in gegooid. En dat resulteerde in 10,5 liter benzine. Maar ja, ik loop toch even hierheen. Net reden we onder die weg door daar.
Ja, ik denk dat er maar één plekje is waar ik langs kan. En ja, ik kan nog lang wachten, maar dat ga ik dan nu maar doen. En dat is precies hier. Hoppa! Ja hoor, gelukt! Ik weet niet of de GoPro zichtbaar was, maar dat was wel 30, 40 meter omhoog. Kijk eens even hier. Via Appia. Het is 12:15. We gaan naar Matera. En dat is nog 58 kilometer. Ik vond het hier wel een mooi plekje. Alhoewel het er nu ineens wel druk is met verkeer. Even een pauze en even wat eten. Toch opvallend dat dan ga je zo'n bocht in en dan denk je halverwege een bocht. Die doe ik theoretisch niet goed en dan pas je hem aan en dan de tweede helft gaat ineens een heel stuk makkelijker. Dan zie je dat de theorie toch echt wel zijn nut heeft. Deze overgang was wel heel groot. Zo rij je op een autoweg en je rijdt op een afrit van een paar meter en ineens zit je in de drukte van de stad. Maar goed. Tja, nou het is hier en ik kan er niet in, want er staat tussen 4 na 4 uur. Maar die meneer die heeft mij gisteravond geappt en die vroeg hoe laat ben je er?
Ik zeg nou tussen 2 en 3. En ja, laat me nog precies weten. Dus ik heb hem ruim een uur geleden nog geappt. Ik ben er 2:15. En ja, ik ben er nu. Keurig 2:15. Maar hij moet het appartement nog schoonmaken. Dus hij moet nog hierheen komen. En dan moet het schoonmaken. En hij belt me als het eerder klaar is dan 4:00. Dit soort dingen begrijp ik niet. We hebben in het vorige plek waar we waren, heb ik wel hier en daar wat grotwoningen gezien. Woningen die uit de grot zijn uitgehouden. Nou, dat schijnt hier een hele woonwijk te zijn die uitgehouden is. En dat schijnt al in de prehistorie bewoond te zijn. Het is volgens Google 2 kilometer verderop. Dus nou ja, dat is zeker de moeite om daar even te gaan kijken. Dus dat gaan we maar even doen. Ik ga trouwens eerst maar eens gewoon kijken in het Casa Grotta, waar de motor staat. Er staat, oh, deze is nog open. Even kijken, moet betaald worden. Buongiorno. Yes, just me. 2 years. Uses furnishings and sculptures to portray and illustrate life in the home in Matera up until the end of the 60s. As you can see, the room is dug out of the calcareous rock. The only part which is built is the entrance where there is the door, which allowed a little air to circulate as well as the window. The door in this case was the only opening which let in light. The skilled craftsmen have created works of art which are represented by the unique sculptures in tuff that symbolize in part the crafts, trades and life in the Sassi of Matera. These works of art have been arranged inside the dwelling as they were in the past, where everyone set aside a small space for their domestic activities. In this typical dwelling, looking from the left corner, you can see 3 rooms. There is the kitchen area, the stall where there is the donkey and some farmyard animals, and the area where there is a double bed, a cradle for the baby, and a raised bed, as well as a small space that was used for the toilet. In that period, the houses didn't have sewers. It has taken the artists about 1 year to create these works of art, skillfully using their tools. And their facial expressions, fixed emotions and suffering seem to recount a way of life from the past. On the left, next to a man sitting at the table, we can see the mouth of a cistern which provided the family with rainwater thanks to an important system of outside underground channels. There are no springs in the Sassi because the city stands on a rocky karst area called the Murgia Plateau. Again, by the mouth of the well, we can see the head of the family after a hard day's work, sitting at the table with his wife watching him furtively. On the table we can see the typical products from the land, such as pulses and cereals, and bread of course. Women were very skilled at kneading to make bread, pasta and focaccia. Moving along we can see a donkey in the stall area. The donkey was used as a means of transport to reach the countryside, on the outskirts of the town, away from the Sassi. Donkeys or mules helped with the work in the fields. As we can see, there is also a pig and some hens, both of which were essential for the family's survival. The animals were kept inside the home, not only because they were valuable possessions,
but also because there wasn't much room outside. The typical little squares, known as the vicinati, were areas that were shared with other families. In the stall, besides the animals, we can also see a chest of drawers that was used as a bed. The mattress was filled with corn leaves. Beds here were often makeshift. In the past, families were extremely large. On average, they had about 6 to 8 children, despite the high infant mortality rate. In the middle of the house, we can see a small table with a single large plate. The table wasn't usually very big, almost symbolizing the rare moments it was used by the family for their only meal of the day. If you look at the various characters around the room, you will notice that some of them represent the customs and traditions of the past. This unique world, filled with life's hardships because of the unhealthy rooms dug out of the rock, where people lived in conditions of extreme poverty, has gradually improved over the years. A law was passed to restore the Sassi in 1952, when the Cavioso and Varisano districts were completely evacuated. The Sassi have only started to come back to life again after years of abandonment, thanks to a new law, the Law of Restoration and Conservation. The Sassi gained UNESCO World Heritage status in 1993 because of the artistic and historical heritage that can be found here, as well as the uniqueness of these places. The Rizzi family would like to thank you for your visit and look forward to seeing you again in Matera. We waren dus net hier binnen en je ziet er dus gewoon helemaal niks van dat het een grotwoning is. Want er is gewoon een keurige façade voor gemetseld. Maar ja, alleen de deur dus. Ja, het is gigantisch groot. Er zijn ook vele tientallen kerken, heb ik begrepen. Dan neem je zo'n achterafstraatje. Nou, we kunnen nog verder. Zo. Hé. Ja, het is wat nieuwer en gerestaureerd, denk ik. Kijk hoe ik weer beneden kom. Ik denk hier. Ja, waar zou nou mijn motor zijn? Je ziet daar in het straatje of daar of helemaal aan het einde daar. Ik weet het niet meer. Ja. Ik ga toch maar hier naar beneden. Ik heb hem ontdekt. Ik ben vlakbij geëindigd. Hij staat alleen aan de andere kant dan ik verwacht had. Maar dat geeft niet. Gevonden is gevonden. Dit is dus Sassi. Staat op de Werelderfgoedlijst. Het lijken allemaal huizen. Dat zijn het ook. Alleen van dat meeste heb ik begrepen. Het echt originele is eigenlijk alleen nog voordeel. Ja, de woningen zijn in de rotsen uitgehouwen. Alleen om het toch een beetje façade te geven is er een voordeel voor gemetseld. Nou, het is gelukt om binnen te komen. Het is inderdaad een woning. En ja, ik ben wel enigszins een beetje verbaasd. Een koffieautomaat en een frisdrankautomaat. Dan kan je betalen. Ik heb dit echt nog nooit gezien in een booking.com. Nou ja, tv is er. Daar staat een magnetron. Dit is de keuken, maar er is verder geen aanrecht, geen kookdingen. Wel een koelkast hier. Dus ja, ik had hier wel eten voor meegenomen. Dat lukte gisteren al niet om dat te koken. Het was voor 2-3 keer. Nou, er is wel een mooi bed met een mooie kast. Kijk, een beetje van afstand zien, bedkast.
En hier is een badkamer. Een douche. Een bidet, een wc en een wastafel. Dan krijgen we nog de route van vandaag. We zijn vandaag begonnen in één dorpje Alino, waar de schrijver Carlo Levi heeft gewoond. We zijn vervolgens via 2 hebben we geprobeerd de rivier in het noorden naar 4 te rijden, maar die weg was afgesloten. Dus we zijn geheel teruggereden naar 3, de grote weg op naar links en dan via 4 weer op de oude route naar 5, 6, 7. En in 7, daar hebben we een mooi dorpje bekeken. En nou, even rondgewandeld, een kopje koffie gedronken. We zijn bij 8 op de oude Via Appia gekomen, die van Rome naar Brindisi loopt. Nou, die weg hebben we 19, 11 en 12. Is nog steeds de Via Appia. We zijn in Matera bij nummer 13 aangekomen in onze appartement. Dan mochten we echter nog niet in. Dan zijn we via naar 14 gereden, wat vlakbij is. Dat is Sassi. Toch wel een heel beroemd werelderfgoed gedeelte met woningen in de rotsen. Nou, eerst mocht het niet, omdat het niet leefbaar meer was. En later mocht het weer wel om het geheel te behouden. En even na 4 uur kregen wij de code door om in nummer 15 het appartement de nacht door te brengen. I'm on an endless journey through eternity. Peace be still, there is nowhere.